Hoi, ik ben Herman ten Katen. Ik geef les aan het Instituut voor Communicatie en Media aan de opleiding Communicatiesystemen. Van huis uit ben ik grafisch ontwerper, maar inmiddels alweer een jaar of 7 in het onderwijs. De opleiding Communicatiesystemen heeft 3 majors. De ene is Multimedia Design en Branding. En verder hebben we Web en Mobile Services en Game Design en Development. De studenten die Web en Mobile Services volgen, houden zich vooral bezig met het bedenken en maken van nieuwe diensten op mobieltjes. Een voorbeeld van wat studenten maken bij Web en Mobile Services is een leerapplicatie. Bij Game Design en Development denk je misschien aan spelletjes, maar onze studenten zijn vooral bezig met het ontwikkelen en bouwen van serious games, zoals we dat noemen, bedoeld om je ergens bij te trainen of om je te helpen om een bedrijfsprobleem op te lossen. Zelf ben ik coördinator van de major Multimedia Design en Branding. Studenten worden daar getraind om na te denken over communicatiemiddelen en communicatiesystemen. Dat gaat natuurlijk om het maken van communicatieuitingen, het ontwerpen ervan, maar ook om het bedenken van crossmediale ideeën en tot slot zelfs om het meedenken met directies op hoog niveau van hoe je het merk sterker neer kan zetten. Dan is die duidelijker dan... Wat ik het leukste vind aan het werken in het hoger onderwijs, dat is het werken met de studenten. Dat wat ik zelf geleerd heb in de praktijk en op een opleiding overdragen aan jonge mensen met ambitie, dat vind ik geweldig.